VVV Venlo, de nummer 9 van de ranglijst, heeft nog een 0,000001% kans op het periodekampioenschap. Ja, dan is het afhankelijk van heel veel factoren. En daarbij moeten ze heel dik winnen van Jong PSV. Op zich is dat wel mogelijk, Jong PSV. 3 keer op een rij verloren. Hier is wel de eerste kans voor de ploeg van Ruud van Nistelrooy. VVV met Pacionik met de voorzet. Naar de poging van Erik Sorga, de Est. Die baalt flink van deze inzet. Ja, als je dik moet winnen, dan zijn dit wel mogelijkheden die benut moeten worden. De openingsfase is gelijk omgaand. Daarna is Jong PSV wat sterker. Hier een kans en tot 2 keer toe zelfs een kans voor Maxi Romero. Hij is weer helemaal hersteld van een zware knieblessure. En starten in de basis. Hoekschop voor Jong PSV wordt de onorthodox hard voorgebracht. Dan is het Kjölle met de voorzet weggebokst door Tsima. En die doet dat niet fantastisch, wat heet. Hij stelt Johan Bakayoko in staat om zijn tweede doelpunt dit seizoen binnen te schieten. In de 24e minuut is het 1-0. Wat een vreemde boksbeweging is dit van de Tsjechische doelman Lukas Tsima. Fraai binnengeschoten, dat wel, door Bakayoko, de Belg. Markelo doet het zelf, schiet voorlangs. En zo zijn de krachtsverhoudingen duidelijk. Hoekschop voor Jong PSV. Daar de halve omhaal van Emmanuel Matuta. Die bal die eindigt ergens op de parkeerplaats. Jong PSV heeft eigenlijk nooit heel veel moeite met VVV. Dit is de 9e ontmoeting. 6 keer won Jong PSV op de hertgang. In 1 keer won VVV maar. En hier krijgt Jong PSV een penalty. Gegeven door Robin Henschens. Fout van Aaron Bastiaans, de aanvaller. Bal op 11 meter. En Maxi Romero mag na hele lange tijd weer eens scoren. In het rood-wit van de Eindhovenaren. 2-0 vlak voor rust. En het is de Argentijn gegund. Die knieblessure heeft hem heel veel bloed, zweet en tranen gekost. Maar hij staat weer op het veld. En hij weet weer wat scoren is. Dit is direct na het begin van de tweede helft. Een mogelijkheid en een kans. Een zeer kunstige goal van Erik Sorga. De voorzet is van Johansson. En dan nog eens kijken in herhaling hoe hij dat doet. Dit is Ibrahimovic-Jaans. Om het maar zo te zeggen. Een fraaie goal van Erik Sorga. En de spanning is gewoon weer terug in de wedstrijd. PSV lijkt niet aangeslagen. En blijft gewoon kansen creëren. Zoals hier via Matthias Kjölle. De Noor. Hoekschop. Voor VVV. Een echte mogelijkheid levert het nog niet op. Aanvallende bal. En dan een halve redding van Vincent Müller. Maar hij weet die bal uiteindelijk klem vast te pakken. Opnieuw een corner voor de bezoekers. De laatste 4 keer dat ze tegen een jong ploeg speelden, wisten ze niet te winnen. Karel Johansson met een schot. Heeft gezien dat die bal is aangeraakt. Maar Robin Henschens, de scheidsrechter, heeft dat niet geconstateerd. Geen hoekschop dus. Het is een aardige actie van invaller Comenencia. Comenencia blijft de bal verliefd, maar heeft hem afgegeven aan een andere invaller. Saibari. Naar de derde invaller Dante Sili. Redding van Lucas Tsima. Ja, in Brabant ook genoeg Limburgers te vinden. Zij moedigen hier hun VVV nog een keer aan. In de hoop dat ze nog iets kunnen creëren. Maar een kans komt er eigenlijk niet meer voor VVV in de slotfase. Het is met name PSV dat via een uitbraak elke keer gevaarlijk wordt. Zoals hier via Saibari. Saibari geeft hem af. Dan Tessili met zijn tweede mogelijkheid. Maar ook nu geen treffer. Ja, als VVV probeert om nog een doelpunt te maken, geven ze achterin ruimtes weg. En daar wordt weer gebruik van gemaakt. Het is eerder 3-1 dan dat het 2-2 wordt. Maar die 3-1 moet dan nog wel vallen. Bakayoko krijgt hem niet goed voor. Balbezit blijft wel voor Jong PSV. Bakayoko, de Belg. Belangrijk dus bij die 1-0 als doelpuntenmaker. Nu schiet hij hem in de handen van Lucas Tsima. Jong PSV wint met 2-1 van VVV uit Venlo.